Doek Mendels. De muur hier achter mij, die is in 2021, nou bijna helemaal omver gegaan. Hoe staat het nu met de muur? We zijn druk bezig. Het metselwerk is klaar. En we zitten nu met smart te wachten tot de stucadoor aan de gang gaat om die muur weer mooi, het wit van wat hij ook was, weer terug te geven. En dat zijn een aantal lagen. Dat is ook heel specialistisch werk. Er zijn maar weinig mensen die dat echt kunnen. En daarom duurt het allemaal toch wat langer dan we gehoopt hadden. We hadden gehoopt dat die stucadoor inmiddels al ruim 14 dagen aan de gang was. Maar door allerlei omstandigheden, onder meer materiaal, is het nog niet zover dat die bezig is. Maar we verwachten hem eigenlijk van de week. Maar ja, dat deden we vorige week ook. Ja, maar u zegt speciaal materiaal. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, zo technisch ben ik nou ook niet, maar een stucadoor gebruikt een soort kalk die op de muur gaat. En wat er hier op komt, dat moet dus echt, de oude muur is bijna 200 jaar oud en we hopen dat de nieuwe het zeker ook misschien nog langer vol gaat houden. Dus het zijn speciale materialen. Ik heb er geen verstand van, ik weet wel dat het een heel zoekproces is geweest om de juiste materialen te vinden. Hoe is het eigenlijk zo gekomen dat die muur gevallen is, of in ieder geval is heel zwaar beschadigd? Ja, door de bomen. Er is een deel uit de boom is eruit gevallen op een zondagochtend, 's morgens om een uur of 7, zonder dat er een zuchtje wind was. Dus dat was op zich al heel bijzonder. En niemand kon zich voorstellen dat dat zomaar zou kunnen gebeuren. En daarna hebben experts onderzoek ingesteld. En die hebben toch geconcludeerd dat jaar in het voorjaar er behoorlijk, terwijl de boom al in blad zat, er een behoorlijke storm is geweest. Toen is er een scheur ontstaan in de takken. In de takken die is afgebroken. Ja, en dat is dan een aantal maanden later is die tak naar beneden gekomen. En achteraf heeft men kunnen vaststellen, en dat is ons geluk geweest voor de verzekering, is dat ons geluk geweest, waren we verzekerd tegen stormschade. Juist. Ja, dat is een heel proces. En hebben jullie sponsoren kunnen vinden die hebben meegeholpen om dit te kunnen realiseren? Ja, anders was het niet gebeurd. Anders waren we niet aan de gang gegaan. Maar de gelden zijn voor een heel belangrijk deel van de verzekering dus. De provincie doet een belangrijk deel. En dan zijn er nog diverse fondsen die ons ondersteunen, zodat wij het bedrag wat nodig was om de muur te herstellen bij elkaar te kunnen krijgen. In hoeverre zijn de Joodse mensen hier in Almelo nog betrokken bij deze begraafplaats? Almelo heeft niet meer zoveel Joodse inwoners, maar mensen die in Almelo begraven willen worden, kunnen dus nog hier op deze Joodse begraafplaats worden begraven. Er is niet meer zoveel ruimte. Het is een vrij grote begraafplaats vanuit 1843, de oudste graven. Maar er zullen niet meer zoveel mensen aanspraak maken om hier te worden begraven. En ja, een hele andere vraag. Mensen die blijven die altijd op deze begraafplaats, of worden de graven ook geruimd? In principe worden Joodse begraafplaatsen, het worden ook rijksmonumenten, dus je mag ze ook eigenlijk niet meer veranderen. Wij laten de zielenrust zoals die is tussen de mensen die hier begraven liggen tot einde der dagen. Dat kan nog heel lang zijn, hopen wij. En we staan hier bij die muur die daar omgegaan is en die beuken. En die beuken die zijn net zo oud als deze begraafplaats is? Ja, die beuken hadden ook een symbolische betekenis. Namelijk mensen die weten dat ze afstammen van de Kohanim. Dat zijn de priesters, toen we nog een tempel hadden. Die komen niet verder dan die beuken om zich niet te verontreinigen aan de overledenen. Dus ze hebben prachtige symboliek. Ook de reden waarom we deze beuken hebben gehandhaafd. Die beuken hebben natuurlijk al meer dan 150 jaar deze omgeving zien veranderen. Ze zijn onlosmakelijk verbonden met het verhaal van deze begraafplaats.